Hey, vandaag gaan wij weer in de huid kruipen van een glibberige rat in Thief Simulator. Mijn opdracht luidt, send the box via Black Bay. Ik geloof dat dat op de computer was, met een soort alternatief voor Ebay. Welke doos was het? Radiodoos? Ja, hadden we nog meer dozen? Oh, hier, box with shady content. Huppakee. Voor de rest nog iets? Nee? Dan hebben we nu toch best wel wat centjes. Hallo? The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Dus ik moet gewoon een raam slopen. Ja. Stond break their window and then hide or get away. Nou, als dat het is. Oh shit, ik had die televisie nog. Ja, die moest ik nog verkopen. Ja, hallo chef. I've got myself a fucking TV. Oké, kan je hem verkopen? Wil je hem hebben? Anders een old TV pot. Ja, yeah, sure, pot heb ik ook nog. Ja, nee, ik word rijk, man. Hoeveel geld heb ik? Ik heb geen idee, maar ik moet in ieder geval naar Greenwich 112. En daar zijn we. Sleeping car. Nou, dat zal toch niet nodig zijn. Dus even kijken, 112. Is dat hier bovenop de heuvel? Dat is hier bovenop de heuvel. Oké, oeh. Ik werd bijna gespot door iemand. Ik weet niet of ik via de achterkant hier naar binnen kan. Wat is dit? Climbable fence. En daar heb ik meer agility voor nodig. Oké. Is dit climbable? Gewoon break a window. Is it... Oh, er komt een persoon aan. Deze kant op. Zo vermijd ik als het goed is een oogcontact. Very good. Zijn dingetje werd geel. Dat betekent dat ik denk te veel lawaai maakte. Ja, het probleem is een beetje dat ik nu hier natuurlijk aankom lopen wanneer het overdag is. Dat is misschien niet het meest slimme. Maar aan de andere kant zit ik ook van, fuck it. Ik moet ook gewoon dingen overdag kunnen doen, toch? Kijk, op deze manier kunnen we wel. Lockpicking. Het is break their window. Kan ik niet ook gelijk inbreken? En gewoon spulletjes pakken? Of zijn ze thuis toevallig? Ik zie eerlijk gezegd... Ik zie niks, man. Oh, shit, er komt iemand aan. Oh, shit. Oh, ik ben een picklock op dit moment. Word ik gezien of niet? Waarom werk... Oh, ik moest de andere knop drukken. Open, 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 open. Oeh. Hurt by a tenant. Shit. Oeh. Kan ik hem markeren? Oh, hey. Tenant room discovered. Dus ze zitten beide in bedroom nummer 2. Maar ik vermoed dus dat als ik een... Hoe heet het? Zou slopen aan de andere kant. Een raam. Dat dan... dan horen ze dat sowieso. Dus dat gaan we gewoon even lekker proberen. Want zit zij achter een gesloten deur op het moment? Nou, die deur is open. Maar ze zitten wel in een aparte kamer, zeg maar. Maar goddamn, er lopen zoveel mensen in de omgeving, man. Wat is dit? Hallo? Place camera. Ja, dat heb ik niet. Dus ik ben echt bijna geneigd om gewoon... Eigenlijk hier een raam te klinkelen. Fuck it, ik doe het gewoon. Fuck! Ze hebben fucking politie! Ga erin, ga erin, ga erin. In. Ik bedoel, er zijn fucking veel mensen daar aan de rechterkant. Dus als ik daar naartoe ga, dan is dat niet goed. Ik wist niet dat ze een alarm hadden. Wat is dat voor pikke move? Uh-oh. Uh-oh, het zijn de wouten. Wat doen al die mensen hier nog? Uh-oh. Ik moet hier heel gauw weg. Alleen er zijn te veel mensen in de omgeving. En ik heb het gevoel, is mijn prullenbak zichtbaar? Hij staat... Bij die deur, of bij dat raam. Oké. Wacht even. Oh, daar rent hij. Gaat hij weer weg? Really? Oh. Oh, dat was helemaal niet zo eng. Daar viel reuze mee. Nou, perfect, man. Dat ging goed. Oké. Tijd om weg te wezen. Ik wil hier niet meer zijn. Kan ik ook gewoon deze kant op rijden? Volgens mij wel, toch? Anders moet ik dat hele stinkeind weer... Ja, oké. Mooi. Huppakee. Klusje geklaard. Hallo. You'll need to learn how to deal with standard locks. Ik heb al die andere picklock, lockpick gekocht. Even kijken. Learn lockpicking 2. Level up by stealing stuff. Oh. Had ik dat niet al? Ja, hier. Learn. Plop. Oké, geleerd. Open een standard training lock. Oké. Ja, de simpele slotjes die kunnen we wel doen, inderdaad. Maar we hebben nu een ander. Hey. Lockpick. Bye. I now have it. Zit er dan gelijk in mijn inventaris? Kijk, misschien dat dat het niet is. Ja, toch wel. Huh. Vreemd. Ik dacht serieus dat ik die al had. Maar goed. Oh, hemel. Het is er zo een. Oké, dus we hebben A, D. Ja, en zo ga je zeg maar naar de volgende. En dit moet in een volgorde, toch? Stel, ik druk die in. Dit er niet. Die. Oké. Dus dan zit er een soort vertraging in waarop je hem pakt of zo. Dus die is het niet. Die is het niet. You need to lock the pin while it's at its bottom. En dat doe je met links of met rechts? Oh. Oké. Nee, die niet. Nee, die ook niet. Ja, die. Oh ja, dit duurt wel inderdaad even wat langer dan normaal gesproken. Het is ook gewoon... Soms doet hij hem niet met de eerste klik. En dan zit je van... Werk, verdikke me. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Oké, ik dacht dat dit de Thief Simulator heette in plaats van Vandalist Simulator. Als ik Vandalist Simulator wil spelen, dan speel ik dat. Ik wil dingen roven. Ik wil niet toiletpotten slopen. Oké, 113 zit hier boven. Dus we lopen er gewoon even rustig naartoe. Ik zie daar al... Oh, break their toilet. Ik zie hier licht aan de voorkant. En sluip. Oké. Oh. Die klootzak keek gewoon echt het raam al uit, joh. Ja, maar zo ziet hij me toch als ik die kant op loop. Oh, nee, hij loopt weg. Mooi. Okie dokie. Jullie zijn nog wakker op dit moment. Oké, ik kan niet hier doorheen, want hij kijkt hier naartoe. Dus ik moet een andere ingang zien te vinden. Hopelijk kan ik op deze manier naar de achterkant toe. Tering, wat een groot huis, man. Beweging. Oh, die kijkt het raam uit. Hoe kom ik aan de achterkant van dit gebouw? Oké, ik weet niet in wat voor kamer hij zich nu bevindt, maar misschien... Kijk. Dit is al een begin. Even ritselen. Waar zit de opening? Hier ongeveer. There we go. Open slowly. En close slowly. Die toilet die zit erachter. Wat ben jij aan het doen, mijn jongen? Oh, heeft hij het raam nou opengezet? Dat zou mijn leven wel heel makkelijk maken. Oké, het toilet is daar. Dus die persoon zit in de badkamer. Dus de muziek is een beetje luid. Oh, wat ben jij aan het doen? Burglary discovered by tenant. Heeft hij me gezien? Uh-oh, ik moet hier weg. Shit, dit loopt dood. Hoek. Hier. Oké, dat werkt niet. Kut. Wat? Hij is weer op slot? Uh-oh. Tyfus, hij staat voor me. Ja, ik ben gepakt, man. Nee, wacht. Ik doe eerst deze deur nog even. Wacht even. Oké, dankjewel. Ah, ik word ook gewoon gelijk getased. Ja, ik snap het wel. Hoe de fuck werd ik ontdekt? Want hij had zelf het raam open gedaan. En toen ineens... Hé, man, mijn raam is open. Oké, even kijken of ik hem kan spotten. Dan kan ik hem markeren. Ik zie daar een persoon. Oh, hier ook. There we go. Komt hier wel iemand aanlopen, dus dit is een beetje akelig. You shall not see me, senor. You shall not. Oh, come on. Really? Hallo. Ik doe niks verkeerd. Oh, nee, als ik gewoon over straat loop, dan boeit het zich geen ene reet. Oh, top. Nou, oké. Goed om te weten. Oké, hij gaat nu die deur door. Dan kan ik deze openen. En hij is open. Ik vond het ook gek. Toen ik deze gewoon dicht had gedaan, toen was hij ineens weer op slot of zo. Super weird. Oeh. Hij heeft me bijna gezien. Oh, you go sleep? Yes. Is that okay? Nu weet ik niet. Het is een friemelige slaper. Oké. Dus ik moet wel via zijn raam naar binnen. Tenzij ik deze openbreek, maar dat maakt te veel lawaai. Oh god, dit moet ik for real doen. Oké. Klim. Really? Hurt by a tenant? Suck my dick? Uh-oh. Oeh. Waarom zit ik vast in een boom? Weet je wat? Go, 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 go. Fuck your toilet. I'm getting the fuck out. Help. Zet hem niet op slot. Woe, get the fuck out. Waar is die prullenbak? Ik moet die prullenbak hier hebben. Ik moet er op tijd zijn. Hey. Hide. Op tijd. Ik ben op tijd. Wauw, dit was echt gewoon niet subtiel. Maar hij hoorde me ineens. Zo luid was ik toch niet? Oh, perfect. Nu kan ik weg. Goodbye. En snel de auto in. Straks komen ze. Open, open de kutdeur. Go, 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 go. Uh-oh, ze komen eraan. Of niet. I don't care. Suck my dick, koppers. En ik ben veilig. Jemig. Ja, op deze manier wordt het wel lastig dat ze gewoon wakker worden op het... Ik denk dat ik gewoon misschien punten in subtiliteit moet doen of zo. Like a man spider, you know? A man spider. Learn agility 2. Hoeveel punten heb ik? Ja, niks. Ik heb nog ineens agility 1. Hoe kom ik daaraan? Moet ik gewoon free roamen en gewoon shit stelen? Ik denk dat dat de enige manier is waarop ik dat kan doen, eerlijk gezegd. In plaats van jobs continu aannemen. Dat is blijkbaar niet de manier. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de huisjes hier. 106, 105, 104. Ook al heb ik het vermoeden dat die echt veel beter beveiligd zijn dan voorgaande huizen. Ah, we kunnen het altijd wel even checken. Hallo. Als het goed is, zouden jullie allemaal nu moeten slapen. Het is iets over 12. Ah, het is bijna 1 uur. Oké, use the lockpick. Daar gaan we. Wat was het? Tik. Ja. Zoveel lawaai maakt dit niet. Klik die. Klik die. Klik die. En dan terug. Oké, die is het niet. Die is het. En... open. Langzaam openen. En... langzaam sluiten. Landline. Put in bag. Tuurlijk, fuck jullie. Jullie kunnen niet bellen. $50. Nee, geen Gucci schoenen. Geen Baliboeboes. Nou, dat is een groot huis, man. Hopelijk kunnen jullie het ook een beetje goed zien. Want ik kan het wel prima zien zonder... Nou, nu wordt het een beetje lastig. Zonder flashlight. Dus dan doe ik deze deur even dicht. Zodat wij gewoon deze kunnen gebruiken zonder dat we gespot worden. Je ziet voor de rest iets... Ik moet hier weg. Ik moet uit deze kamer vandaan. Wat is hier, man? Hallo? Kan ik verstoppen in de kast? Oeh, dat kan. Oké, dan ga ik hier even verstoppen. Ik hoorde een deur sluiten. Het klote is, ik moet eigenlijk even zo'n tenant zien. Zodat ik hun looppatronen kan ontdekken. Als ik dat niet heb, is dat een beetje... lastig. Anders wordt het weer rommelig bij... als ik wegren. Hey, een afstandsbediening. Ja, joh, gewoon meenemen. Oké, jongens, ik moet zeggen, ik vind dit echt bijzonder spannend. Zeker omdat ik ook niet weet waar zij zijn. Ik ga wel naar de kelder, want ik vermoed dat boven dat ze daar aan het slapen zijn. Tenzij dit een slaapkamer is. Oeh, lockpick, daar gebruiken. Dat zal vast wel iets van waarde hebben. Oeh! Is dat een persoon? Volgens mij wel. Hold up, laat me hem markeren. Markeer, kudding! Heb ik het gedaan? Did I do it? Oeh, ze slapen hier beide. Waarom werkt mijn markeerknop niet? Oké, nu pas. Jezus. Oké, dus ze slapen beide beneden. En eentje is zeer friemelig. Dus dan ga ik naar boven toe. Dus als het goed is, als ik geluid boven maak, dan zullen zij dat niet horen. Pannen, wil ik die? Ja joh, hier koffiemachine, ja joh. Inventaris vol. Kan ik nog een tv meenemen of zo? Oeh, een vaas. Die hoe kan ik in mijn inventaris? Die gekloot elke keer, landline, lockpick. Ik moet een grote rugzak hebben, man. Fuck die remote, kan ik die droppen? Ja. Wat, pannen zullen niet zoveel, theepots, ook niks waard. Koffiemachine zal echt wel wat waard zijn. Telefoon ook wel. Vaas, vermoed ik van wel. Hier een badkamer. Op een badkamer heb je meestal niet waardevolle spullen. Oei, wat was dit? Een witte vaas. Ik vermoed dat dit vazen zijn die van waarde zijn. Er zijn maar heel veel vazen. Te veel vazen voor mijn welzijn. Ik weet niet, kan ik niet naar mijn auto om daar zeg maar de spullen in te leggen en dan weer terug? Oké, we sneak, we sneak, we sneak. And we're out. Oké, dus de mensen slapen hier in de kelders. Dat is goed om te weten. Oké, ik kan het dus niet hierin plaatsen, dat is zonde. Dus dan zal ik het sowieso eerst moeten verkopen, dan teruggaan, et cetera. Oh, kijk nou. Hoppakee. Ah, remember to spend unused skill points. Thank you, thank you, thank you. Ja, dit was een goeie. Even kijken. Vazen zijn 10 XP, maar de koffiemachine was grote shit. There we go. We zijn in ieder geval level up. Kijk hier, koffiemachine 350 vazen. Blijkbaar geen ene reet waard. Maar ja, weet je, het is een klein dingetje. Dus kleine dingetjes leveren ook centjes op. Ik wil agility. Throw bricks is dan hetgene wat wij leren. Ik denk dat deze ook wel handig is. Appraisal. Dat we daar dan uiteindelijk ter plekke weten wat de prijs is, zeg maar. Het begint ochtend te worden. Dus ik stel voor dat ik gewoon de auto neerzet. En dan slaap ik gewoon in de auto tot, weet ik veel, middernacht weer. Oké. Oh, ik zie hem daar staan. Ik kan hem niet markeren vanaf hier. Hallo. Hoi man, hoe is het? Oh shit, ik had hem net. Ik had hem. Oh, daar, kijk. Hey, dag. Wat is dit voor hekje? Waar leidt dit naartoe? En dit is een soort. Is dat voor dit huis? Ah, ik denk het, ja. Daar is een persoon aan de overkant. En die staat nog bij dat raam. Dus ik doe gewoon. Ik ben normaal bezig hier. Ja, op een gegeven moment zullen ze naar beneden toe gaan. En dan gebruiken ze deze trap. En dan gaan ze weer verder naar beneden. En daar komen ze. En als het goed is, gaan zij nu slapen. Dus dan is het voor ons nu het moment om naar binnen toe te gaan. Even kijken of ze gaan liggen. Eentje is in het toilet, denk ik. En eentje ligt te tukken. Nice. Dan voel je je ook wel kut. Dat je gewoon 2 dagen achter elkaar wordt ingebroken bij je. Oké, ze liggen beide. Mooi zo. Hallo, hebben jullie dat nieuwe koffieapparaat alweer vervangen? Dan neem ik die weer even mee. Misschien kan ik de magnetron meenemen. Oké. Nog iets anders leuk geits? Ja, ik kan die fase meenemen. Misschien dat hier iets waar... Oeh. Rubik's kubus. Mag ik die niet meenemen? Oh, kom op. Schoobies? Ook niet. Oeh, wat is dit? Een schilderij. Dat... Oh. Oké, ja, ik leg jou wel bij de voordeur neer. Want blijkbaar, ja, het is overduidelijk dat jij niet in mijn rugzak past. Oké, kan ik hem... Oké, dan maak ik geen lawaai, gelukkig. Ah, wat krijgen we nou? De telefoon is er weer. Ik ben eerlijk gezegd toch wel beneden, of benieuwd wat hier beneden ligt. En vooral achter deze deur die op slot zit. Oh, hun eigen deur zit nu ook op slot, mooi. Oké, we gaan het proberen in de hoop dat het niet te veel lawaai maakt. Maar dat doet het sowieso niet echt. De laatste pin. Valt inderdaad wel mee hoe luid het is. De kluis! En serieus, gewoon een open raam. Een open fucking raam! Ugh, nog een schilderij. Oh, wat is dit? Een nook. Wat hebben we hier? Kasten om in te verstoppen. Ja, bro, we hebben hier een kluis, man. Die kan ik niet openen. Ja, ik kan ook moeilijk 2 schilderijen meenemen. Maar blijkbaar... Oeh, hard drive. Dat zou ongetwijfeld wat waard zijn. Een pet niet zozeer. Oké, waar leidt dit naartoe? Ik moet even oppassen, want er staat een persoon daar achter het hek. En blijkbaar klimmen is nogal lawaaierig. Ik zit even te kijken, hè. Hold the phone, hold the phone. Huh, wat voor ruimte is dit? Oh nee, dit is een andere woning. Ik zat al. Oh ja, ik kon throw bricks. Ja, of ik dat nou zou willen. Oh, wauw. Er is gewoon een gezamenlijke achtersteeg, hebben ze, zeg maar. En deze tyfusleiers hebben gewoon de deur open gelaten. Nou, ik pluk nog wel even wat vazen van boven en dan ga ik er vandoor. Nou, die mensen gaan toch wakker worden? En dan denken ze echt, godverdomme. Dat is nu 2 keer. Oh, die heeft een geluid gehoord. Ja, te laat. Je huis is leeg. En plaats. Thank you. And we are getting the fuck out. Goodbye. En wat krijgen we hiervoor? Hoppa, S+. Of gewoon S uitroepteken. Thank you, thank you, thank you. Oké, hier alsjeblieft. Wat wil je ervoor? Even kijken, voor het schilderij 50. Microwave 90. Headset 90. Telefoon 90. Harddrive 60. En de vaas 11. Big ass money. Oké, nu hebben we agility 2. Kunnen we agility 2 toch? Nee, daar moet ik level 6 voor zijn. Top. Nou, dan kan ik net zo goed hier appraisal in mieteren. Hier, ik heb 1390. Wat moet ik met dat geld, joh? Ik heb ineens moken veel geld en ik weet niet waar ik het aan uit kan besteden. Oh. Ik kan natuurlijk jobs aannemen. Dat was ik even vergeten. En ik kan natuurlijk tips kopen. Even kijken, ik was net bij 104 volgens mij, toch? Of 106. Nee, ik was bij 106. House security tips. Ja, ze hebben geen rate en aan de achterkant is die open. Possible loot location weet ik wel. Tenant routines. Nou, weet ik inmiddels ook. Die gaan vanaf 12 uur naar bed toe. Ik kan hier ook kijken natuurlijk op de Black Bay. Van wie wat wil hebben. Oh shit, iemand wilde een microwave hier hebben. Ja, ik verkocht hem net voor 90. Oké, prima. Ik ga wel break or steal the kiss painting. Bij 112. Oké, er waren wel mensen bij 112, toch? Daar is het schilderij. Als ik ze gewoon even via de voorkant kan markeren, dan zou dat top zijn. Dan staat unknown en unknown. En ze zijn op het moment actief of zo. Hello, there we go. Eentje is in de kitchen en eentje is out. Oh, iemand is gewoon weg. Oh. Alleen het probleem is... ik moet dat schilderij hebben en mevrouw staat er. Dus, even kijken, kan ik dit lockpicken? Nee. Het probleem is dus... misschien... even kijken, kan zij het horen als ik de voordeur lockpick? Kan zij dat zien? Sluit dat aan? Dat kan ik niet zien vanaf hier. Waarom zit je daar ook gewoon als zo'n droevige aal? Ah, ik kan het wel proberen. Ik zie het zeg maar zo wazig, zie ik er links staan. Kan ik gewoon de voordeur openen? Oeh. Oké. Dan open ik hem langzaam. En dan merk ik inderdaad dat sluit aan. Hey man, hey, hoe is het? Hey, weet je wat wij gewoon even gaan doen? Ah, oh, really? Je hebt hem op slot gedaan toen je nou fucking... god damn it! Ik ga gewoon hier weer in zitten. Probeer het gewoon met een uurtje nog een keer. En de politie gaat er weer vandoor. Ik zie rechtsbovenin, bij de oud en oud. Was dat serieus het patroon van dat karakter om dan weg te gaan? Want dat zou echt puur toevallig zijn geweest. Er staat nog wel een politieauto daar stil. Ah, hij gaat er nu vandoor als het goed is. There we go. Want ik zie nu rechtsbovenin beide oud en oud. Was dat serieus het patroon? God, dat kan je echt niet menen, man. Nou, als er toch niemand is, kan ik echt alles raaskallen wat ik wil. Die neem ik natuurlijk mee. Want die zet ik alvast even bij de voordeur. TV? Ja, shit, die moet ik apart tillen dan. Die moet ik ook apart tillen. Jezus, hebben jullie nog iets anders? Golden Goblet. There we go. Geef me die. Geef me die. Globe. Nee, niks, niks, niks. Ik zie het slecht. Nog een tv. Een camera. Dat zal altijd wel wat opleveren. Badkamer. Wat hebben we hier? Niks. Weer vazen. Inventaris zit nu al vol. Okidoki, I go... Oh, wacht, hey, wat is dit? Remote, die half in het kussen zit. Nou, don't care. En ik zeg adieu. Hurt by a tenant. Dat kan niet, man. Want er is niemand thuis. Is het misschien van een ander huis? Nou, zo luid zijn die deuren toch niet. Let niet op mij, ik ben gewoon een bezorgde burger die met een schilderij loopt. Pawnshop. Want ik hoefde alleen maar dat schilderij af te leveren ergens anders. Wat is kis? Wat is kis? Waarom heb ik hier een vinkje? Of is dat... Oh, dat was van de klus. Juist. Hallo, daar ben ik. Back. Ja, welkom back. Kis, nope. Goblet, ja. En deze, ja. En vaas, ja. En de camera, ja. En het schilderij nemen we mee. Waar stond hij nou? Of krijg ik gewoon automatisch 150? Ik snap het niet even helemaal. Ja, ik hoef hem dus niet in te leveren. Dat is het gekke eraan. Ik dacht dat ik hem moest inleveren, maar ik zie hem hier niet tussen staan. Oh, er kunnen dus nog... Er kan 2 schilderijen en 1 groot item kan er dus in de kofferbak van de auto. Zie je datgene wat blauw is? Dat is volgens mij een deel van de inventaris, zeg maar. Maar dat is toch gek? Al zet ik hier, is hij maar 70 als ik hem verkoop. Maar ik zou er 150 voor krijgen. Of kreeg ik dat sowieso omdat ik de klus had geklaard? Laat me sowieso die even leren. Ik snap er nu niks meer van. Waarom moet ik nou met een auto slopen? Je weet, ik ben een autoliefhebber. Dat gaan we toch niet doen? Kom aan. Weet je wat? Dit schilderij bewaren we gewoon even lekker. Ik zag dat ik hier een kluis had. Typen we hem daar gewoon in als dat mag. Dat mag niet. Mag ik hem ophangen? Tuurlijk. Perfect. Is nu voor mij. Even kijken. Car window in 104. Maar dat ding staat in de garage, toch? Het lijkt me gewoon weer via de voordeur, et cetera. Alleen, eens even kijken. Mini electric lockpick? Ja, daar kom ik dus niet binnen. Oeh, ik hoor de voetstappen. Niks aan de hand. Ik loop gewoon eromheen. Deze kon ik wel openen. En dit raam aan de achterkant. Lockpicking 4. Ik heb hier wel een baksteen. Kan ik niet gewoon wachten tot hij naar buiten komt en dan typ ik gewoon dat ding door zijn ruit heen en dan rijdt hij weg en dan ren ik weg. Ja, ik kan hem wel open krijgen, maar dan moet ik hem mappen en dat maakt weer lawaai. Oh, dan heb ik climbing gloves nodig. Maar als ik dat doe, waar kom ik dan? Oh, dan kom ik achter dat hek. Juist, want dat raam zal ongetwijfeld makkelijker te openen zijn. Oké, ik moet terug om climbing gloves te kopen. Weet je wat trouwens ook het leuke is aan dit spel? Achteruit ga je exact even snel als vooruit. En hij schakelt zelfs achteruit. Dus komt hij. Hup, schakelen. Gewoon meerdere versnellingen in zijn achteruit, joh. Dat is perfect. Perfect. Oké, vanuitgaand dat ze om middernacht gaan slapen. Spoel ik door naar middernacht. En dan kan ik dan even rustig mijn gang gaan. Dan doe ik dat window break. Die window break doe ik wel als laatst. Dan ga ik nu gewoon kijken wat ze nog meer binnenshuis hebben. Klim, klim, klim. Dank u zeer. Hey, wat hebben we hier? Een radio. Don't mind if I do. Kijk, deze is dus wel makkelijk te openen. There we go. Deze houden we gewoon lekker open, want fuck dat. Op die manier komen we makkelijker buiten. Even kijken, kan ik hier iets uitzetten? Ik kan de telefoon meenemen, maar die is niet zoveel waard. Ik zie geld. Uiteraard nemen we dat mee. Ja, als ik dezelfde logica mag geloven, slapen ze dus allemaal beneden. Maar ik zie hier een bed. Ik hoor voetstappen. Up, hiding spot. Ze zijn dus blijkbaar nog beweegzaam. Golden Goblet. Yes. Waar zijn ze in godsnaam? Oh, hier is ook een slaapkamer. Maar daar zie ik ook niemand. Waarom houden ze allemaal de deur open? Ik word er zenuwachtig van. Voor de rest... Oeh, hè? Hoe zag ik hem? Hoe zie ik hem? Kan ik die... Oh ja joh, stop gewoon in de rugzak. Kan ik de garagedeur openen op een of andere manier? Dat ik via die kanten uit kan. Oké, die ligt te tukken. Dus het zijn inderdaad 2 bewoners die ook in de kelder slapen. Waarschijnlijk zag ik de outline van hun omdat ze geluid maakten. Ja, ze slapen blijkbaar met licht aan. Tenzij die ene persoon nog wakker is. Wijn? Ik neem wel even... ik heb geen inventaris meer voor wijn. Weet je wat wij gewoon gaan doen? Als het goed is, is de deur aan de bovenkant nog steeds open. Blam! Get the fuck out! Hurt my tenant, ongetwijfeld. Woep, 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 woep. Get the fuck out. Nee, 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 nee. Get the fuck out. Ik ben de luidruchtige rover. Krijg nu mijn centjes gelijk bij het completen. Geen idee. Ja, thief rating E. Thanks, Pig. Hallo? You're still weak on the lockpicks. Up your game. Ja, ja, ja. Ik heb geen skill points. Oeh, backpack space. Ja, dat moeten we hebben. Oh, wauw, die basgitaar is 220. Hoppakee, centjes. Dank u. Tot ziens. Nou, ik vind dat er weer genoeg geroofd, geplunderd en gevandaliseerd is. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog 2 andere video's zien? Druk op de knop naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!